Hallo allemaal, welkom bij Radio Scout Twente en Radio Scout Almelo op Tobias. Radio Scout Twente is natuurlijk een ander kanaal, maar daar komt deze video ook op. Ik wil jullie even wat mededelen. In 2020 gaat er veel veranderen op Tobias. Zoals jullie weten, ik heb een soort van radioprogramma op Tobias. Soms in de avond, meestal om 6 uur of iets later. 7 uur of zo, 6:30. Maar daar gaat het dus wat aan veranderen. Ik ga namelijk in 2020 ga ik ergens anders heen. Samen met een andere iemand, Radio Scout DJ Maurice uit Tebergen. En ja, hij heeft twee kanalen. Dat is Radio Scout en Maurice Grobbe. En hij heeft Radio Scout DJ Maurice. En ik natuurlijk met Radio Scout Almelo op Tobias. En ik heb natuurlijk wel de meeste abonnees. Dus ik hoop dat er heel veel wat mensen naar Radio Scout Twente gaan abonneren via mij. Ik weet niet of hij nog een video gaat maken. Maar goed, ik ga dus overstappen naar Radio Scout Twente. Omdat Tebergen en Almelo allebei in Twente zijn, hebben wij besloten om het kanaal te noemen naar Radio Scout Twente. Omdat het ook allebei in Twente ligt natuurlijk. Gaan wij daar verder. De banner staat al klaar. De profielfoto is ook al klaar. Die staat al op het kanaal. Alleen er zijn twee abonnees. En volgens mij één is van... we hebben twee abonnees. Dat ben ik van Tobias en Radio Scout DJ Maurice. Hij heeft op één kanaal geabonneerd. Hoor, niet met twee. Anders zou het een beetje raar zijn. Maar goed. Dus Radio Scout Almelo en Tebergen gaan samenvoegen. We zijn nu, ik ben nu vooral bezig met het doel NPO 3FM van Search Request The Lifeline. Daar zend ik ook mee uit op Radio Scout Almelo op Tobias. Maar dat weet ik niet zeker of ik dat nog ga doen. Denk het wel, nog één keer. Maar ik weet niet of zeker of ik nog twee keer dit jaar live ga. Want natuurlijk volgende week is het al kerst en die week daarna is het al het nieuwe jaar in januari. Dus dan begin ik al in 2020. Dus dan ben ik waarschijnlijk al op Radio Scout Twente bezig. Dus abonneer alsjeblieft op Radio Scout Twente. En dan, ja, dan kan het misschien zijn dat ik, dat mensen wat kunnen zien omdat ik aanbevolen word van Radio Scout Twente. Want als je Radio Scout Twente op YouTube opzoekt, staat het er niet. Dus ja, dat moet nog gebeuren. Dus dan als ik meer abonnees heb, waarschijnlijk komt het dan wel. Ik zei al, we zijn nu vooral bezig met NPO 3FM Search Request, de Lifeline. Dat is tot 24 december, dus met kerst. Dus na kerst stop ik ook met dit en dan haal ik het ook van de banner af. Dan weet ik nog niet wat ik precies, wat voor doel ik doe. Of waar precies ik het over ga doen. Maar er staat nu, is ook nu een kerstthema en oud en nieuw thema. Mijn banner, dus van Radio Scout Twente, hebben we samen gekozen. En onze twee foto's staan erbij. Ik zit nu naar de banner te kijken, dus dan mocht u denken, waarom zit je opeens naar beneden te kijken? Nou, daar staat op mijn computer en dan kan ik zien precies wat er aan de hand is. Ik kan wel even laten kijken. Even kijken. Ja, ik heb 59 natuurlijk abonnees. Ik heb ook een beetje een kerstthema. Ik heb bijna ongeveer dezelfde banner als Radio Scout Twente. Maar natuurlijk omdat ik het beetje de banners maak. En ik vind het wel een mooie banner. Dus ik heb het ook allebei ook voor Radio Scout Twente gedaan. Alleen ik heb geen ideeën meer voor Radio van Tobias. Ik had Tobias kunnen vernoemen naar Radio Scout Twente. Maar ik vond dat een beetje, ja, hoe noem je dat? Een beetje ver gaan. Want het is toch mijn kanaal. En ik wil niet zomaar veranderen. Dus ja, er staat nu ook een première. Dat kun je straks natuurlijk ook kijken. Daar is de laatste video. Ik weet niet zeker of ik hem ook op Radio Scout Twente ga uploaden. Denk het wel. Maar daar komt straks een liedje op die ik heb gemaakt net. Check die vooral. En er staat nu ook, Even kijken. Ja, er staan 8 radioprogramma's. Dus ik ben 8 keer live geweest met radio. Sorry. Maar natuurlijk, dat gaat natuurlijk meer worden op Radio Scout Twente. En daarom ik vond het nodig om een ander kanaal aan te maken. Want het werd een beetje rommelig. Want is het nou... want het staat hier ook de Lifeline tot 24 december op mijn Tobias.
Dus daarom, dat haal ik dan ook weg. En ja, dan kijk ik weer even naar snel mijn andere kanaal. De start is in 2020. Dus abonneer alsjeblieft. En de radioprogramma's komen natuurlijk ook op Radio Scout Twente. Ik weet niet of DJ Maurice ook wat gaat doen op Radio Scout Twente. Ik denk het wel, maar ik moet hem nog de inloggegevens en zo geven. Heeft hij nog niet. En ik moet hem nog helpen met allemaal de andere dingen. Want ja, ik weet niet of jullie het hebben kunnen zien. Maar Radio Scouting, de Blauwe Reigers Almelo, heeft een gehandicapte scouting. Ik heb een PDD-NOS, dus dat is ook een beetje stoornis ding gebeuren. En dit is ook het teken van radio's van Pax kinderen. En dit is meestal een waterscoutsbloesje. Maar die hebben wij dus ook, omdat scouts hebben dat niet. Dus wij vallen heel op bij de scouts, wij bijzonder zijn. Daarom hebben we dit ook aan. En dit is ook de eerste video op Radio Scout Almelo. Dus ja, mocht je er zin in hebben, abonneer alsjeblieft op Radio Scout Twente. Want ik stop met Radio Scout Almelo op Tobias en ik ga door op Radio Scout Twente. En abonneren en mensen die kijken op Radio Scout Twente, laat je vrienden en natuurlijk ook alle mensen kijken op Radio Scout Almelo. Laat je opa, iedereen die je kent en die houdt van muziek, laat hem abonneren op mijn kanaal. Op ons kanaal bedoel ik. Daar waar we muziek kunnen luisteren. Dus abonneer alsjeblieft en dan worden we groot en misschien later wel een eigen studio. Met z'n tweeën. En misschien wel op de Nederlandse radio. En misschien winnen we dan wel ooit een award. Dus abonneer alsjeblieft. En misschien kunnen we ooit een studio maken met z'n tweeën. En dat is dan Radio Scout Twente. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Bij het liedje. Of bij een livestream met radio. Ik zeg nog maar één ding. En dat is tot de volgende keer. Doei doei!